Hallo, welkom bij deze video van het Summa College School voor de Zorg. Deze video gaat over werkplekleren. Maar wat betekent dit nu precies, werkplekleren? Dit houdt het volgende in. Leren dat plaatsvindt vanuit werkelijke situaties uit de beroepspraktijk. De schoolse setting en de praktijksetting worden met elkaar verweven, waardoor een krachtige leeromgeving ontstaat. Na de student toe worden enkele beloftes gedaan. De studentbeloftes. Ik zal hier een aantal benoemen. De student doet vanaf de eerste periode ervaring op in de praktijk. Dit wordt, naarmate de opleiding vordert, geïntensiveerd. Het onderwijs is continu in verbinding met de praktijk, wat het urgentiegevoel verhoogt. De focus ligt op leren in en met de praktijk, wat betekent dat fouten maken gezien en benut worden als kans om te leren. Reflectie wordt tijdens het werkplekleren als middel ingezet om het handelen te verbeteren en de bereidheid tot het geven en ontvangen van feedback te vergroten. Dit stimuleert de eigen regie van de student. Het werkplekleren vindt plaats in interactie en samenwerking met docenten, opleiders, begeleiders, zorgvragers, collega's, medestudenten van verschillende opleidingen. De student wordt tijdens het werkplekleren begeleid en gecoacht door een docent die het leerproces stimuleert en de student helpt te ontwikkelen als professional. De student krijgt de mogelijkheid om op verschillende plekken ervaring op te doen. Dit was de video over werkplekleren. Bedankt voor het luisteren.